Vandaag is er een open dag van de DayZ. En ik heb nogal slecht nieuws. Ik ga namelijk ontslag nemen bij de politie. Ik ben hier trouwens echt perfect gespand. Ik ben net live geweest. Ik heb mijn auto hier weggezet. Hier stond de garage en de kledingwinkel. En wij moeten zo bij de lege basis zijn. Ik ga me namelijk even omkleden. En waarvoor, dat gaan jullie zo meteen zien. Oké, nou, misschien zijn we toch wel weer DayZ geworden. We hebben wel een hesje aan. Politie staat achterop. We hebben vandaag een open dag van de DayZ. En ik moet jullie ook wat vertellen tegelijkertijd. Ik denk dat je wel schrikt als je de titel natuurlijk hebt gelezen. Ja, dit is waarschijnlijk het allerlaatste wat ik ga doen bij het korps, jongens. Ik heb trouwens niks op zak qua wapens. Dat mogen we niet meenemen. Iedereen ga je zo meteen op de lege basis in deze outfit zien. Dat is echt wel grappig. We moeten in onze privéauto moeten we naar de legerbasis. Geen wapens dus mee. Dus ik ga vast even naar de legerbasis en dan gaan we het daar even zien. Maar ik snap dat het schrik is, jongens. Ja, ontslag. Ik had het alleen nooit verwacht. We zijn eigenlijk nooit aangenomen bij DayZ. Alleen krijg ik nu wel te horen dat mijn procedure wordt stopgezet. En ik heb het al op stream daar uitgebreid over gehad. Wil je dat zien, dan moet je even de stream bekijken. Waar ook in de titel staat DayZ ontslag. Daar leg ik het allemaal heel fijn uit. Ik hou het lang verhaal kort. Ik ben het gewoon niet eens met de keuzes die zijn gemaakt. En de leiding bij de DayZ deed eigenlijk heel weinig om jou te betrekken bij de DayZ. Ik nam heel vaak het initiatief om te vragen of zij een dienstje wilde draaien. Het gebeurde bijna nooit. Als het wel kon, dan was het leuk. Maar dan was het ook over een maand dat je pas weer kon of zo. En toen kreeg ik een paar dagen geleden ineens een bericht met allemaal punten die over mij zijn. Dat op stream bijvoorbeeld negatief praat en dat ik dit niet meer wil doen en dat niet meer wil doen. Echt heel apart. Maar goed, ja, ik wil het in deze video daar niet per se over hebben. Dus je moet even die stream kijken als je echt wil weten hoe en wat. Het is gewoon heel raar gebeurd. En het is dus ook het einde bij de politie voor mij. Het heeft voor mij niet heel veel zin om bij de politie te blijven als de DayZ toch niks meer gaat worden. Verzamelen in de grote hangar, dat is hier trouwens. Oh nee, dat is daarachter. Ze zeggen in ieder geval dat ik nog welkom ben bij de DayZ over een tijdje. Dat ik het nog een keer kan proberen, maar ik geloof dat gewoon niet. Ik denk ook niet dat het heel veel beter gaat worden of zo. Ik kap er nu voor nu gewoon mee. We gaan het criminele pad verkennen. We hebben ons best gedaan. En ik ben gewoon zeer teleurgesteld in de leiding in wat er is gebeurd. En verder wil ik het gewoon positief houden. Ik ben helemaal niet van het miepen. Alleen het is gewoon heel raar. Ze pakken gewoon heel veel dingen van mijn stream. Ze zien dat ik TDA stream, terwijl ik natuurlijk ook gewoon best wel actief was op Future. Laatste tijd wat minder. Verder heb ik een negatieve mindset. Weet ik veel. Ik heb volgens mij altijd gezegd dat ik wilde strijden voor DayZ. En nou ja, het zal wel, weet je. En ook zou ik meerdere malen in de stream hebben gezegd dat ik, als ik DayZ ben, nooit de noodhulpdienstjes ga doen. Nou, dat moet wel, want anders word je gewoon ontslagen. En ik heb juist gezegd dat ik dat blijf doen en dat ik nu heel veel noodhulp doe. Dat ik blijf strijden voor DayZ. Nou, oké, dat is ook een beetje raar puntje. En ook zei ze bij een negatieve mindset dat ik over Future, over de server wat dingen zei. En ik denk zelf dat het dus kwam omdat de server na iedere avond eruit vloog. Dat kwam gewoon voor mijn video dat ik dat niet leuk vond. Zaten we midden in de achtervolging met de AK. Crash die server. Vind ik niet leuk. Mag ik blijkbaar ook niet zeggen. Komt een beetje neer op dat alles weer uit de content werd gehaald. En daar, daar baal ik gewoon van. Ik ben eigenlijk nooit meegenomen. En de activiteit is dus ook gewoon dikke onzin. Want ik wilde juist altijd assertief zijn. Ik wilde de DayZ-leiding juist telkens benaderen, zodat ik juist mezelf laat zien. En dat was juist die mindset. Ik stond niet tot ik DayZ word. En ja, blijkbaar wel. We gaan dus stoppen omdat we geen DayZ worden. Ja, het heeft voor mij geen zin. Ik ga niet nu namelijk heel lang strijden voor noodhulp en ervoor blijven gaan, terwijl ik weet dat het toch niks gaat worden. Dus voor mij einde verhaal. En ik ga natuurlijk gewoon weer een nieuw pad verkennen. Het criminele leven. Ik hoop dat jullie er hard voor zijn. Ik heb al hier en daar contact met criminele groepen. Ik denk dat jullie dat zometeen ook gaan zien in de video. We hebben zometeen nog een afspraak met Ben Johnson. Voor nu gaan we lekker positief er tegenaan. En gaan we deze zieke open dag meemaken. Want ja, dit vind ik heel leuk dat ze dit weer hebben gedaan bij DayZ. Zo'n tof evenementje. En dat je iedereen ook de DayZ outfit aan kan laten doen. En dat we gewoon allemaal kunnen ruiken en zo. Ik ben vergeten in dienst te gaan. Potverdorie. I know. Ik weet het bijna zeker. Jij bent nog niet geabonneerd. Abonneer je snel hier beneden. En natuurlijk voor meer voor dit soort content. Het is gewoon gratis. Dus druk nou gewoon op dat knopje. En vergeet natuurlijk ook zeker niet nog even te liken. Zo de video er erg mee helpen. Pas als jij hebt geliked en geabonneerd, gaan we verder. Allright, bedankt voor het liken en abonneren. Ah, je moest juist in dienst zijn. Oké, daar zijn we. Ik zie al wat mandjes van DayZ staan. Ik denk dat het echt trouwens vet leuk kan worden hoor. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik baal alleen dat ik niet in dienst ben. Want het ging voor schietmeldingen. Maar ja, ik heb toch geen wapen. Tenzij zij ons HK gaan geven. Dat lijkt me wel dik, man. Hebben we toch eens een keertje met de HK geschoten? Nee, ik wil dit gewoon heel graag doen. Ik vind het gewoon een leuke afscheid van het politiekorps. En nog afscheid nemen van de DayZ. Wat wij heel graag konden worden. Wat wij wilden worden. Maar ja, uiteindelijk gewoon door de DayZ-leiding is tegengehouden. Dat is mijn mening. Dat het eigenlijk niet per se uit mij kwam. Maar meer vanuit hun. Ik heb er zoveel aan gedaan. Natuurlijk ook in het begin toen met Wasim. Toen ben ik ook een beetje aan het lijntje gehouden. Toen heb ik ook nooit wat gehoord. Toen moest ik ook altijd zelf wat doen. En ja, nu is het eigenlijk precies hetzelfde. En nou krijg ik eigenlijk, naar mijn mening, gewoon een onzinverhaal toegestuurd. En nou ja, ik vind nog steeds dat dat de schuld is van deze leiding. Einde verhaal nou echt. Ik wil gewoon jullie telkens alle waarheid vertellen. Ik heb natuurlijk een half jaar hiervoor gestreden. Half jaar zijn jullie bij mijn content betrokken geweest. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat jullie ook de waarheid en de juiste informatie krijgen van mij. Want het is gewoon een groot deel van mijn content geweest. Anyway, we gaan er nu gewoon even wat leuks maken van deze open uur. Het heet een open uur trouwens. Dus het is ook een uur lang, neem ik aan. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Dus wil ik jullie allemaal welkom heten bij deze open dag van deze.
Ik ga zo die indeling maken. Er zijn 3 onderdelen. Elk onderdeel duurt 20 minuten. Dan word je doorgeschoven naar de volgende. Nou, je krijgt straks ook het vuurwapen bij sommige oefeningen. Moet ik toch even in dienst nou, fixen. Verder als je iets wil uploaden of een video, dan moet je daar achteraf toestemming mee aanvragen. Oh, wat leuk. Doe dit niet, dan kan er ook eventueel een sanctie op liggen. Nou, ik ga toch uit het korps. Alles en dat is ook eigenlijk een beetje wack, hè? Dat je geheimhoudingsverklaring, verplicht. Maar ook bij TDA DayZ, dat je gewoon in een spelletje dingen privé moet houden. En nou kom ik al helemaal niet meer bij DayZ, hoe ik dit heb gezegd. Ja, als we erbij zaten, dan was het maar zo. Maar eigenlijk is het toch wel echt heel raar dat je gewoon in een spelletje niet mag vertellen dat je iets bent. Dat is toch wel bizar. De stad gaat naar uit, man, boy. Ik heb 200 ping. Nou ga ik er maar niks van zeggen, want dan heb ik een negatieve mindset, dus niet doen. Oh ja, lekker man. Het staat best voor auto's. Of in ieder geval niet meer in teams, dat werd net gezegd. Nou, hebben wij toch even geluk bij een ongeluk. Kijk, daar vliegt die Augusta Vesta 139. Die wilde ik natuurlijk heel graag piloteren als wij in de DayZ kwamen. Hè, dan. Ik zei al, ik denk dat dat wel wat waard zou geweest zijn, man. Bij speciale operaties gewoon onder de radar vliegen, onder bruggen door. En dan gewoon het team droppen en dan zorgen gewoon dat niemand ze ziet aankomen. Ja, heel graag willen doen. Maar ja, helaas. Als het goed is worden we zo meteen getipt. Peter, kunnen we in dienst gebracht worden? Cool. Zoals iedere keer natuurlijk weer gezeur. Iedereen zit in de queue duurt weer lang, mensen moeten weer komen, vervelend. Ik weet wel niet waar een inkloksysteem is. TP maar Giovanni, ik kan laat wel zien. Nee joh, gek. Zo, geen man. Dat weet ik veel. Maat, letterlijk. Ben je de politie we hebben ingeklokt. Doet die van de kamer weer even. Kom bij de piekies. Kom, we gaan piekies terug oprichten. Kom. Zo hè? Niet zo. Oh. Dan ga ik nu 3 groepen aansturen. Dan mag groep 1 mag ik op prio 8 ingaan. Dat zijn wij. Als jullie hier achter bij mij op deze lijn kunnen gaan staan. Ik zag hem gelijk. Goed hè? Wat gaat iedereen heen, joh? En voordat je even betrokken bent, geef ik aan of jij een single shot mag lossen. Een double shot of een full auto. Een single shot is, je gaat op pion schieten, je staat achter de tag. Je schiet 1 keer, dus je houdt hem niet in. Een double shot klik je 2 keer. En voor auto mag je gewoon sprayen. Allemaal mis. Zo werkt het eigenlijk. Niet heel moeilijk. Hebben we toch nog eens een keer met de HK geschoten? Denk ik. Nou, hebben we dat toch nog van het lijstje afgestreept? Nou, dan ga ik de eerste HK-460 geven die helemaal rechts staan. Oké, dat is wel vet. Oké. Toch een HK, jongens. Toch een HK. En dat vind ik leuk. Ja, hebben we toch nog met dat ding geschoten. Nou, ik moet wel het beste zijn, toch, jongens? Ik moet laten zien waarom ze een slechte keuze hebben gemaakt door mij van de Daisy weg te sturen. Dus wij moeten juist even ons best doen. Dat is een grapje, hoor. Voor de volgende. Oh, thanks. Hoi jongens, kijk hè. HK416. No way. 35 bullets. Hij is al geladen, denk ik. Even kijken. Ja, hij is al geladen. Nice man, heb toch eens een keertje dat ding vastgehaald. Volgende start gaan, mag hij de Porsche pakken. Oké, we moeten deze pakken. We doen even de lampen aan. Dat is natuurlijk wel cool. Oké, nou daar gaan we. Wat mag ik gebruiken? Wat moet het worden? Doe maar voor auto. Voor auto? Beetje scheef, maakt niet uit. Heel veel dingen staan ook gewoon vast in de grond. Oké, dan ga ik terug. Ha, hebben we het toch nog gedaan. Dat is al grappig. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Ik had liefst single gewild. Single is wel grappig. Dan tap je al die pionnetjes om. Vind ik toch wel leuk. Ik vind het sowieso een heel leuk evenement hoor. Dat ze dit hebben gedaan is echt wel grappig. Echt wel nice. Nou, gaat de volgende. Zo gaat het nog wel een tijdje door. Nou, ik zie jullie wel wanneer iedereen klaar is. Maar ik denk niet dat jullie de rest willen zien. Nou. Surf doet het weer goed. Dat is toch echt onvoorstelbaar, joh. Wat ze flats. Ik hoor trouwens die Augusta Vesta. En je hebt hier dus ook het stamina menu. Uithoudingsvermogen en kracht. Ze hebben nu zo'n nieuwe gym erin. En wij denken dus dat al die crashes komen door die nieuwe gym. Dat is geen Augusta Vesta. Dat is gewoon een dikke Fogger. What the heck? Dat is volgens mij ook geen Daisy. Ja, doe maar dit. HB kan ook. Ja, doe maar HB. Dat is goed. Ja, jongens. Ik had het nog graag zo willen eindigen hier met deze hele oefening. Maar we zijn nu een uur bezig. En zo schiet het natuurlijk ook niet op als de server er telkens uitknalt. En ze moeten straks weer alles opbouwen. En dan knalt die server er weer uit. Ja, jammer. Maar dat is het zo. Ik had hem graag willen afmaken. Once in a lifetime weer de kans. De laatste keer echt, hè, dat ik me als een Daisy agent kan voelen. Op deze manier gaat dat gewoon niet zo. Dus we gaan even naar AB en dan gaan we even een criminele connectie aanleggen. Kijk. Hey, top man, dankjewel. Yo. Laatste keer even een Daisy outfitje. Ja, ik vind het serieus moeilijk om te doen, hoor. We hebben een half jaar bij de politie gezeten, dus het is niet even iets zomaar wat ik op dit moment aan het doen ben. En ook echt een keuze waar ik echt over na moest denken. Maar het zit gewoon zo. We zijn eigenlijk niet echt welkom meer bij de Daisy, doordat we eigenlijk naar mijn mening voor onzin zijn weggestuurd. We kunnen hier niet echt meer wat doen. En noten op diensten draaien telkens. Wetende dat we toch geen kans meer hebben op Daisy. Dat is voor mij een hopeloos eind. Dus bedankt HB. Bedankt voor alle leuke tijden. Bedankt naar alle collega's. Love. Misschien dat ik nog trouwens ontslag ga indienen in deze video. Dus ik doe nu wel heel dramatisch. Maar misschien zien jullie het zo. Anyway, we gaan even een switch gooien. Ik ben net live geweest. En ik had contact met Ben Johnson. Die best wel een algemeen bekende crimineel in Future. Ik ga hem even opbellen. We zouden namelijk een meeting hebben. En precies op dat moment dat we zouden meeten, moest ik in real life gaan eten. Dus we gaan hem nu even bellen. En ik ben benieuwd of hij druk
is. Ik weet trouwens niet of die in de stad is, want tegenwoordig gaat iedere telefoon over, dus dat is wel een beetje raar. Oh, hij is er ook echt. Ja, we hebben wel een beetje een gesprekje en een keer moest eten. Ja man, ja, ik ben er nu, dus... Je bent er nu. Heb je al een slag genomen, of niet? Nee, nog steeds niet. Ja, ze waren dus met die Daisy open dag bezig. Nou, die stad die flikte telkens uit. Ah, dan zou ik gewoon mijn klap halen. Ik bedoel, je gaat toch weg, of niet? Ja man, daarom. Ja, daarom. Wat even dan voor zin om jou bij die open dag te zijn? Ja, ik dacht het is even leuk om te doen, weet je wel. Even leuk afsluiten en zo, maar nee. Zo, een beetje groot gezeik, maar... Gym is groot, jongen. Waar ben je? Ik rij even voor bij de gym. Bij de gym, daar was ik net, man. Dus daar echt druk. Echt? Het is echt, ja, het was echt druk, man. Ja, ik denk dat het probleem is dat de stad er telkens uitvliegt, maar... Dat denk ik ook eerlijk gezegd, ja. Ik zie iedereen hier trainen op die loopband, jongen. Dat ziet er zo dom uit. Dat is, ja. Kom even meeten waar we eerst een gesprek hadden. Bij de ondergrondse garage? Ondergrondse garage. Yo, ik kom eraan, ja? Ja, is goed. Zie je zo. Ah, yo. Oké, ik ben oprecht benieuwd wat hij van ons wil. Of hij iets aan heeft te bieden. Ik ben al best wel langs wat groepen geweest. We hebben de Lost MC gehad. Je kan ook zeggen, ik heb een serie 8 om bijvoorbeeld. We hebben Netas gehad. Ja, de hele tijd shootout met de politie en zo en dat. En nou ga ik dus kijken, ja, Ben die offerde mij wat aan. Hij wilde gewoon met mij meeten. En ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet wat hij doet in game. Ook niet OC. Hij komt van de Kamar, was heel hoog. Ook deze leiding en zo. Dus ja, ik weet wel dat het een serieus jong is. En volgens mij is in het criminele leven ook best wel een grote jongen, zeg maar. Ja, ik ben best wel benieuwd. Ik ga hier even staan. Hier hadden we namelijk de eerste keer gemiet. Dus ik ga even op hem wachten en ik ben heel benieuwd. Moet er wel een beetje gangster eruit zien en zo, weet je wel. Nou, we gaan even wachten op hem en ik ben echt benieuwd. Serieus. Oprijden. Ik denk dat... hij bedoelt waarschijnlijk eentje verder, of niet? Huh? Maar hier gingen we in eerste instantie meeten. Wat is het nou weer voor actie? Hier links... Deze misschien? Nee? Hier dan? Oh ja, ik zie... Ja, hier. Uit. Yo, man. Yo, man. Wat heb je altijd met dat hoedje, jongen? Ja, dat is mijn hoed. Die is heilig. Heb je altijd dat ding op, jongen? Ja, man. Ja, dat mocht niet bij het korps, dus dat is wel even een opluchting. Laat die BMW staan, kom. Doe maar even op slot, ja? Ja. Oké. Ik heb natuurlijk al die BMW's af, die escorts valt in ieder geval niemand op. Oh, ga jij even anders achterin zitten? Hoezo ga ik achterin zitten? Oh, ik snap wel. Even naar voren, jongen. Ja, ik zit het. Niet overheen klimmen. Moet je daar rechts voor, zo. Ja, dat is echt confusing. Oké, ik zit Wat stap jij nou heen, joh? Ik denk escorts even wat minder aandacht, weet je wel. Ja, dat is waar. Maar vertel. Ja, je was bezig met praten, toch? Ja, wat valt er te vertellen? Ik kan pas wel iets vertellen. Iets wat je leuk vindt om te vertellen. Iets wat je wil gaan doen in leven. Heb je geen doel om te behalen of zo? Ben je doelloos? Ik ben op dit moment doelloos, ja. Ik had het doel om Daisy te worden, maar ja, ik wil de andere kant eens beleven. Je wil de andere kant beleven? Ja, verkeerde kant, maar ook weer de goede kant als je het zo bekijkt. Nou, wat vind je goed aan die kant dan? Je familie zit je op het spel in leven. Dus als wat gebeurt en ze weten wie de fuck je fuck bent en waar de fuck je woont. Die... Nee, dat is waar. Dat is natuurlijk... Er zit niks goeds aan. Het hele goede wat eraan is schel. Wat is dit voor fucking blok, jongen? Dat is een kubus. Ja, het lijkt op een rust. Zo, joh. Ja, goed. Het lijkt op een rust. Rustbase. Fortress. Ja, ik wel, hoor. Wel cool. Groot, man. Ik zie geen poort. Nog steeds. Er is geen poort. Ik was er vanmiddag en als je doorrijdt, dan zit er wel een poort. Hallo. Goed is. Yo. Ben jij het huis in of niet? Huis in? Okay. Is hij een kavia? Ja, ik heb die Tony naast me zitten. Die Tony. Jongen. Nee, is goed, maar ik speel je zo, ja. Is druk aan het bellen, joh. Ja, ben je er nog, Tony? Ja, man. Oh, je bent er nog. Maar je wil dus eigenlijk gewoon een beetje de andere kant bekijken. Ja. En wat voor manier wil je de andere kant bekijken? Laat me zeggen, wat wil je bereiken? Ja, ik heb niet per se doelen, maar wat ik wil bereiken is... Je hebt vast wel een doel wat je wil bereiken. Als je gewoon dingen doen. Ja, ik wil gewoon actie beleven en dingen rechtzetten die de stad gewoon niet doet. Tja. Ik ben eigenlijk een beetje zoals mij. Hoezo? Maar gewoon, ik bedoel, we weten hoe en wat, zeg maar, hoe het hier een beetje loopt in de onderwereld. Ja. En we weten wat er misloopt in de onderwereld, vergeleken met andere steden. Ja, ja, exact. Ja, ik probeer het ook eigenlijk een beetje te recreëren, alleen ja, dat is een beetje lastig. Ja, dus, actie beleven, verkeerde dingen doen. Ik bedoel, de banken. Ja, het ding is, ze zitten al iets van 5 weken te wachten op de wapendeal. Wapendeal? Je weet gewoon wel... Weet je wel überhaupt iets van mij, of niet? Nee, ik ken je alleen als een Kamar zijnde. Wat? Loop je achter, of... Ik denk het wel. Wat dan? Heb je nog, zeg maar, wel je job, zeg maar? Nee. Het is compleet weg? Ja. Oké, dan. Maar ik ga toch niks doen. Ik ben een groepering, man. Echt? Welke? Kan ik natuurlijk niet even uitspraak houden, maar wel een... hoe moet je het uitleggen? Een groepering die, zeg maar, wel toegang heeft tot bepaalde punten, zeg maar. Oké. Je zag het huis zitten waar we net langs reden, toch? Ja. Of wie denk je dat het huis is? Zou jij wel bij zitten, ja. Ja, dat is ja. Met je rust, Fortress. Ja, maar even serieus, maar dat huis zit er toch niet aan? Nee, zeker niet. Nee. Oh joh, weg piraten. Crisp misschien? Je weet. Crisp. Daar heb ik vanmiddag ook van gehoord. En GSF. Ja, nee, Crips. Crisp. Nee, Crips. Crisp. Crispy chicken. Zet het anders even als vragen. Doe dan. Vraag je, man. Zijn je het vallen van Crips of niet? Niet? Nee, man. Nee, ik heb wel contact gehad met andere groeperingen. De Lost MC. Welke?
Die hoe is zo. Ja, ik ga eerlijk met zijn, ik heb het nog nooit gezien. Ik weet niet, je bent helemaal nieuw. Ik bedoel, ik weet ook niet wat groeperingen doen. En ik weet niet wat mensen van ze vinden. En ja, ik weet niet wat goed of slecht aan ze zijn. Ik ben gegript, volgens mij. Aha. Maar ja, het ding is zeg maar, wat mijn probleem nu een beetje is, bij mijn groepering, het is niet mijn kant, mijn sterke kant van wat zij zeg maar doen, snap je? Ik ben niet geïnteresseerd in al het gedoe met drugs en geld wel, maar ik ben geïnteresseerd in auto's. Oké. Okay. Weet je wel, kan ik op gaan of ze hebben denk ik van echt, wat de fuck is hier aan de hand, waar fuck heb je het over? Je wil auto's jatten? Jatten kan je zeggen. Je wil een autogang? Vertel nou gewoon, wees eens duidelijk, dood. Gewoon een beetje wat JDM-auto's zijn, weet je wel. Niet ja. Van die illegale straatraces. Ja, ja, ja. Een beetje meer die kant op gaan. Oké. Alleen de mogelijkheden in de stad op dit moment bieden dat niet. Wat je kan doen is zelf een race organiseren, maar weet je hoeveel geld er zit in illegale straatrace? Vooral als je mensen dat geld laat inzetten, weet je wel. Mm-hmm. Maar jij wil denk ik echt op drugs gaan, of niet? Ja, ik ben eigenlijk meer op zoek naar iets met wapens, ja. Niet per se drugs, maar... Ja, ik voel gewoon die kick in wapens. Ik snap wat je bedoelt. Maar dat kan ook in principe in de vorm van races, weet je wel. We kunnen ook een beetje trucs ernaast doen, weet je wel. En gewoon daarna gewoon wapens fixen. En met dat wapens, weet je wel, events opzetten. Races organiseren. Snap je? Een beetje in die groep. Ja, maar wel leuk, richting, weet je. Ja. Mensen laten gokken over races. Mensen pakken geld laten verliezen op races. Ja, ja. Nou, dat is zeg maar het moment waar je op je gaat liquideren, zeg maar. Hoezo? Nee, grapje. Je wilt dus de wapenkant. En hoe denk je dat je daarin gaat kopen? Ik heb echt geen idee. Ik ben compleet nieuw in dat hele circuit. Je hebt nul idee. Heb je genoeg geld om kan dat niet gaan plukken ofzo, of wel? Het is niet mijn grootste hobby, nee. Ik kan niet zomaar zeggen van, joh, ik geef jou elke keer even geld voor iets. Nee, dat snap ik. Maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen, is je kan geld maken door een bank overval te doen of andere manieren. Dat klinkt daarvoor wel, leuk. Daarvoor heb je natuurlijk wel een wapen nodig en voor nu is dat even op standby, want wij wachten ook nog op een... Ja, ik had al gehoord. Ja, het loopt een beetje kut allemaal, zeg maar. Ja, dat is wel raar. Als ik erachter kom met zo'n politie, gooi ik hier gewoon een clip of met die auto erin. Ik heb politierol? Nee joh, gek. Dat was een klassieke opmerking. Tony? Hè? Wat? Je mag ervoor kiezen. Of een keer zo'n fucking bijna een kutopmerking, of je fucking ligt dadelijk gewoon mee in die sloot houden. Hoe bedoel je? Met een gat in je kop. Nee, gewoon wat ik zeg. Oh? Oh, pas op. Ik heb nog die politierollen. Oh ja. Gewoon een gat in je kop, weet je wel. Met gewoon een drillboor of zo, weet ik veel. Oh nee, liever niet hoor. Nee. Want je politie nog überhaupt wel leuk dan, of niet? Nadat ik nu met de DZ dat het door heb gekregen, niet echt, nee. Maar je wordt echt wel flink van steden wordt je genaaid. Heb je anders dan bij jou ook al genaaid? Ja, dat bedoel ik. Dat... Je wordt je genaaid? Ja, dat bedoel ik. Daarom heb ik het gewoon niet meer naar mijn zin. Daarom ga ik weg. Je gaat hier rechts. Ja, dat dacht ik al. Ben ik ook goed, hè? We gaan naar dat huis toe, let op. Maar ja, we kunnen sowieso wel dingen gaan creëren als we dadelijk wat meer leveringen hebben. En dan kan ik je sowieso wel iets van opdracht geven of iets in de richting. Ik ben down. Ik vind het prima. Maar daarom moet ik eerst even levering krijgen, want dan kan ik namelijk aan jou wat verkopen qua mes. Is van messen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Ja, ik vind het prima. Ik heb ook wel zin om ergens te beginnen, dus. Wat de fuck hangt er een merk boven ons huis? Ik zie het, ja. Oh, waarschijnlijk niet boven ons. En misschien heel ooit kan ik jou een rondleiding geven rond het huis heen. Ik zie het wel een keer, joh. Ja, jawel, ik vind het leuk, maar... Ja, maar voor nu is er zeg maar even niks te doen. Dat we nu zeg maar een beetje vast, snap je? Nee, dat snap ik, ja. Ja, ook best wel een slecht moment om dan over te switchen als er juist niet, geen wapens of iets te doen is. Zeker waar. Ja, je kan wel dingen doen zonder wapens, maar ja, omdat het echt zo leuk is voor andere mensen, zo een beetje lastig ding, weet je. Mm-hmm. Dat is wel stom. Dan ben ik eigenlijk op een verkeerd moment eigenlijk van de politie weggestapt, omdat er nu gewoon totaal schaarste is aan wapens. Die klote golfjes kijk ook nooit, hè. Oh, jij weer. Oh, jij weer, bro. Zo jij weer, bro. Jij weer. Huh? Wie jij weer? Wie de fuck ben jij weer? Heb je deze auto niet van mij gekocht? Praat eens. Jij lijkt op iemand. Op wie? Iemand, ik ken hem, van andere stad toch? Is dat zo? Ja, brader. Hoe heet je ook alweer? Ik ben vergeten, hoor. Want jij bent autohandelaar, toch, of niet? Dat kan, ja. Dat kan kloppen. Ben je ook vlogger? Mhm. Ja, ik check elke vlog van jou, hoor. Ik zweer het. Echt? Wat toevallig dat ik jou nu tegenkom. Ja, man. Echt spannend. Ik check elke vlog van jou, brader. Ik zweer het. Ja, lekker, man. Jij bent in een andere stad, jij verkoopt auto's en zo, no? Ja, klopt. Juist. Ik ken jou vandaar zo, want ik was ook in die stad, toch? Oh, ja? Zo helemaal gek, joh. Ja, man. Zo echt toevallig. Ik dacht, die outfit herken ik. Want net toen ik ken die stem niet, toch? Nu denk ik, wow, outfit, stem, alles pas bij elkaar, toch? Complete plaatje. Je was politie, toch? Ja, man. Oh, brader, moest je nog een puffje van die junk, of niet? Nee, hoor, dank je. Nee. Zeker weten. Ga maar gauw instappen. Nee, dat hoef ik allemaal niet, hoor. Shit. Yo! Wat was dat? Geen idee. Maar blijkbaar kent hij jou wel. Sorry, wat zei je? Nee, jullie kennen... Zeg nog eens. Het liedjes die smaken verschillen. Dat is mijn score. We zitten te chillen. Ja. Shisha maken in verschillen. Of niet wat wij willen. Of willen.
midden. Het is zaterdagavond, ik ben in de stad. Ik wil vergeten wat ik voor het laat had. Die bedoel je? Ja, nu ja, heb man. Ik geen factuur. Oh echt? Oh lekker man. Ik heb dat lied op mijn school zo gemiet, jongen. Die waren eerstejaarstijd, brugklastijden. Oh, met mijn vrienden heb ik daar zo om stuk gelegen. En zo'n profielfoto had ik gewoon mijn hele schoolperiode lang van die gast die aan zijn waterpijp hing. Ja, dat was zo mooi, jongen. Daar heb ik zo hard om gelachen. Oei. Je gaat rood flikken. Oh. Alright, thanks man. Ik ga je spreken, hè. Yo, later. Oké, top. Alright, we hebben net even met Ben gepraat. Dat was wel goeie. Hij heeft wel ook een lekker voorstel. We gaan denk ik iets leuks doen. Ik denk dat er morgen zover is en dat we ons ontslag gaan indienen. Laatste keer op politie-AB. Jammer genoeg. Het is maar zo helaas. Taycan die zit wel achter me aan. Ik heb het altijd door zien wat mij volgt. Altijd. Let maar op. Kijk, we gaan links. En dan gaat hij ook links. Grapje. Morgen dan maar ons ontslag indienen bij Erik. Dat wil ik gewoon graag bij hem doen. Ik bedoel, met Erik hebben we altijd gelachen, leuke tijden gehad. Met Erik heb ik nooit iets verkeerds gehad. We hebben het altijd naar ons in gehad. Zonder Erik? Ja, dan was ik ook al waarschijnlijk weg uit de korps. Want ik heb me zo entertainment hem, dus dat is wel echt top. Maar ja, dat zien jullie in ieder geval morgen. Het is zo kut. Ik moet gewoon die keuze maken. En als die keuze is gemaakt, dan is die keuze gemaakt. Dit is altijd zo moeilijk. Moet ik nou? Ja. Ja. Oh, toch nog even mijn salaris meegepikt. Let's go. Oh, dat, daar zat je op te wachten. Ja, ja, daarom wil ik even tijd aan trekken. Ja. Ik ga gewoon eens een keer wat anders proberen in de stad, denk ik. Maar dat kan je gewoon doen, hè. Moet je gewoon... Ja, en als je dan uiteindelijk terug wil, dan weet je een beetje hoe het staat ermee. En je moet weer het een en ander opnieuw gaan halen en zo. Maar ja, dan, je weet wel wie je terugkomt. Ja, ik zou alleen voor jou terugkomen. Kijk, dat vind ik fijn. En ik ga niet mee. Ik zit prima op zijn plek. Oké. Okay. Ja. Ik kom nooit van me af. Zie nog dus een kans in de Daisy. Eerlijk. Ook na alles wat ik om mijn bodycams heb gezegd. Zie nog een... Mogen ze één, mogen ze niet gebruiken? Nee, maar dat gebeurt wel. Dat weet je zelf ook. Zie nog een kans. Denk je dat dat er nog ligt? Gewoon eerlijk. Er is altijd een kans. En ik probeerde ergens zelfs jou nog een beetje naar binnen te slijpen. Alleen, ja, nee, dat wou ze niet. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe de nieuwe GPC daarin gaat staan. Oh ja, want dat wordt... Oh, dat mag je niet zeggen. Nee, dat is allemaal geheim. Dat is altijd een kans. Alleen, je moet verwachten dat het weer even duurt. En ja, ik weet niet of dat je daarop wil wachten, weet je wel. Zoals je ook al ergens hebt gehoord, natuurlijk kan zomaar weer een maand of twee, weet je wel, dat je weer verder bent. Ja, dat bedoel ik. Daar ben ik gewoon klaar mee, want dat heb ik het afgelopen jaar alleen maar gehad. Afgelopen half jaar. En dat weet jij zelf ook. Ik heb alleen maar gewacht op niks. Dat heb ik ook heel lang. Ja, echt, het is kut. Jij snapt mij, ik snap jou. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk een heel lange tijd nou met Dylan omgegaan. En ik snap ondertussen een bodycammer. Gewoon een manier van denken en zo. Ja, dat is fijn. En ik ben zo iemand die ook een beetje wil meedenken aan hun. Maar ja, zeg het maar. Eerst omkleden en spulletjes wegleggen. Wat wil je doen? Ja, laten we de spulletjes weer wegleggen. Ja, lopen we eerst even naar de ruimte dan? Ja, lopen we even naar de kluis toe? Jongens, ik ga gewoon nieuws verkennen. Ik ben het zat. Ik ben het wachten, het geduld. Ik heb politie nu te veel gezien. Iedere keer hetzelfde. Ik heb geen doel. We wilden voor de Daisy gaan. Het gaat niet meer. Ik heb altijd al gezegd, dat ga je missen. Dat klopt. Hey, Erik, en ik ben benieuwd hoe lang ik het vol aan, want het zal waarschijnlijk... Ik weet nu al dat ik ga er wakker van liggen, ik weet zeker. Kan ik niet een nieuwe GPC worden? Nee, daar zit het niet in dat je de nieuwe GPC wordt, Tony. Wat een onzin, hoezo dat? Die neem ik nog mee. Ik ga gewoon nieuws verkennen en als ik er spijt van krijg, ja, dan gaan we terug als surveillant. Dan gaan we gewoon weer om onszelf omhoog werken, dan is dat maar zo. Ik kreeg te horen dat we nog een ultieme poging om jou te behouden gaan doen. Van? Wat? Waar moet ik heen? Wat zegt hij? Waar is hij? Poog ik tot behouden? Hè? Komt u maar mee. Hè? Wat is dit? Die Erik, jongen. We hebben ze zeker een hele erehaag buiten gemaakt. Als het zo is, dan wil ik niet. Dat vind ik zo awkward. Dat voel ik me echt heel ongemakkelijk. Waarschijnlijk hebben ze zo'n hele erehaag gemaakt. Ik zie het al aan de lamp. Ach, ik ga niet kijken. Ik ben al heel benieuwd. I know! Dit is heel goed ingestudeerd. Oh, wat ziek! Nee, joh! Wat kut dit! Ja, maar Erik, nou weet ik het niet meer! Ja. Ik kan dit niet meer! Dit is zo liefdevol, jongen. Ik kan dit niet beslissen nu! Terwijl ik had gezegd, het is mijn laatste dienst, maar... Ik ga er nog één nacht over nadenken, man. Ik moet zo weg in real life. Ik ga er gewoon even over nadenken. Ja, dit is gewoon kut. Oké, jij hebt me zover. Ik ga er nog een nacht over slapen. Ja, oké, want Ben Johnson is nu ook net opgepakt. Echt?
Show jongens, love jongens. Jongen. Ik weet het echt niet, man. Ik weet het echt niet. Dit is zo vervelend. Ik wil ook naar de onderwereld, maar dit is gewoon weer kloten. Nou zie je echt dat die politie ook gewoon ziek hard om je geeft en dat je daar ook echt wat die kans wil maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's, want die moet je echt gezien hebben. Vergeet verder ook zeker niet nog even te liken en te abonneren. Dat zou ik echt super erg waarderen. Ik zeg zoals ik altijd zeg, dat is tot de volgende video. Luister je later. Ciao, ciao.